Ja, Ivailo Staal, 5 gespeeld, 12 punten. Je kan hier een slechte start wensen, denk ik. Ja, nee, zeker. Ik denk dat je van tevoren had getekend voor 12 punten uit 5 wedstrijden. Ik denk dat we goed zijn begonnen. Alleen een wedstrijd van AFC die was minder. Maar ik denk als je kijkt naar de afgelopen 3 wedstrijden, ja, dat we gewoon goed spelen. Elke keer de bovenliggende partij zijn. We houden de 0. Ja, en dan pak je 3 punten. Dus ja, ik denk dat we zeker wel tevreden kunnen zijn. Ja. Kan je aangeven wat het verschil is ten opzichte van vorig jaar? Ja, het verschil. Ja, dat is lastig. Maar nee, we hebben natuurlijk wel een paar versterkingen erbij gekregen. Dat zorgt er wel voor dat er wat meer, meer kwaliteit in de groep is. Ik denk dat wij meer georganiseerd zijn. Ik denk dat wij ook een beetje gewend zijn aan de tweede divisie. Vorig jaar hadden we ook wel wedstrijden dat we de bovenliggende partij waren, maar dat we die toch uit handen gaven door kleine foutjes. En je ziet gewoon dat we dat nu veel minder doen. We geven veel minder kansen weg. We staan goed. Dus ja, het is denk ik een combinatie van de kwaliteit en een stukje extra ervaring die we nu hebben. Heeft die gewenning ook te maken met wat meer concentratie misschien? Dat kan. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik vind het moeilijk, moeilijk om de juiste vinger erop te leggen. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik gewoon altijd mijn focus heb. Voor mijn gevoel had ik het vorig jaar ook wel, maar dit jaar is het toch wel wat constanter, denk ik. Dus dit zou een punt kunnen zijn. Ja. Jullie spelen nu 3-5-2. Vind je dat lekker spelen? Ik moet eigenlijk zeggen van wel. Ja, we spelen met 3 man achterin. Ik sta wat meer op de rechterkant, dus ik heb zelf wel redelijk veel vrijheid. In de opbouw zie je wel dat we redelijk veel ruimte hebben. En als ik ook kijk naar het veldspel, dat is gewoon goed. We houden veel de bal, spelen rustig, niet te veel de lange ballen zoeken. Dus ja, ik vind het wel fijn voetballen, ja. Nu over deze wedstrijd. Ja, heb je zelf de rode kaart gezien en zo, ja, kan je er wat over zeggen? Ja, nee, ik stond op het veld. Ja, ik heb het gezien. Ja, nou, volgens mij, naar mijn belevenis, was er een duelkamp, ging het duel aan. En die jongen zette eigenlijk zijn voet over de bal heen, waardoor hij op zijn enkel kwam. Dat was wel een harde tackle. Ik moet zeggen, ik vind het lastig om te zeggen, maar als die scheidsrechter hem rood geeft, hij stond er bovenop, hij zag het wel goed, dan denk ik dat hij gelijk heeft. Dan weet je eigenlijk dat je sowieso veel balbezit gaat krijgen. Vind je dat je daar als ploeg goed mee omgegaan? We gaven niet veel kansen weg, maar ik denk wel dat wij er meer uit hadden kunnen halen. Ik denk als we het baltempo vooral in de eerste helft wat hoger hadden gehouden, betere veldbezetting voor de goal, dat wij dan wel eerder kans hadden gemaakt om meer goals te scoren. Dat is wel een klein verwijt aan onszelf, maar verder, je geeft weinig weg en je bent eigenlijk een groot deel van de wedstrijd in balbezit en je krijgt de kansen. Alleen je moet gewoon wat zorgvuldiger met die kansen omgaan. Dus, Werd die, dat tempo in de wedstrijd ook een beetje omdat jullie gemakzuchtig werden misschien? Kijk, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik heb zelf niet het gevoel dat ik gemakzuchtig werd. Ik weet niet van de anderen. Maar het is, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik denk niet dat het echt lag aan een gemakzuchtigheid. Alleen, het tempo moest gewoon wat hoger. Ik denk dat het daar vooral aan lag. Uiteindelijk hebben jullie toch nog de fans kunnen zien en een overwinning kunnen vieren met fans. Ja, zeker een aantal. Kijk, dat is wel leuk. Weet je, hier kunnen ze gewoon in de duinen staan en ze zijn alsnog met best wel grote getalen gekomen. Dus ja, dat is gewoon leuk voor ons wel hier. Als je de wedstrijd speelt, weet je, is het toch een stukje extra belevenis. Ondanks dat je zonder publiek mag spelen, zie je toch nog wel wat toeschouwers daar. Ja, dat zie je niet bij veel clubs. Dus dat is zeker mooi, ja. Het was een raar gevoel, neem ik aan, vandaag. Ja, zeker. Kijk, je hoort dan toch wel, je hebt toch nog een stukje de 12e man heb je achter je. En je merkt dat gewoon bij sommige momenten, weet je, dat ze je toch nog naar voren juichen. Dat geeft gewoon een stukje extra voor een voetballer. Dus het is alleen maar mooi dat we dat hadden. Ja, dankjewel.